De Tweede Kamerverkiezing van 2023 is een feit. Vandaag mochten we allemaal naar de stembus. Ook wij waren op diverse locaties aanwezig. We mochten vandaag weer allemaal naar de stembus toe, zo ook de lokale politici. Voor de een wat spannender dan voor de ander. Voor Marijke Sienhaven wordt het in ieder geval even nagelbijten. Ze staat 11e op de lijst van D66 en in de laatste peilingen tikt haar partij de 11e zetel maar net aan. Ja, een spannende dag vandaag. Nummer 11 op de lijst. En als we naar de peilingen kijken wordt dat toch kantje boord. Wat verwacht u zelf? Oh, ik heb er heel veel vertrouwen in. Nee, volgens mij hebben we een hele mooie campagne gevoerd. Hè, rond onderwijs, klimaat, werken die moet lonen, zorg, jeugdzorg in mijn geval. Dus ik denk eigenlijk dat we dik de dubbele cijfers gaan halen. En dat ik me ook om mijn rol of plek in die Tweede Kamer weinig zorgen hoef te maken. En hoe beleeft u deze dag? Ja, ik vind het wel spannend. Natuurlijk vind ik het spannend, omdat je natuurlijk met een heel team... met iemand als Rob voorop natuurlijk heel hard gewerkt heeft de afgelopen maanden om steeds datzelfde, dat je heel erg probeert om je verhaal onder het voetlicht te brengen. Maar we hopen en we gaan ervan uit dat genoeg mensen het besef hebben van een stem op D66 is die stem op dat progressieve midden en die stem tegen een kabinet Wilders. En als u in de Kamer terechtkomt, waar gaat u dan voor inzetten? Ja, als je kijkt naar mijn profiel, zal dat toch vooral wat meer op het terrein van zorg en gezondheid zijn. Dus en daar wil ik me heel graag hard voor maken, om te zorgen dat iedereen in Nederland volwaardig mee kan doen. Zeker kinderen die heel vaak door jeugdzorg toch al 3-0 achterstaan. Voor wat hoort wat, moeten ze in Heteren hebben gedacht. In de huiskamer van Heteren, waar Bibliotheek Gelderland-Zuid is gevestigd, kregen bezoekers van het stemlokaal achteraf een boek mee. Meerdere bibliotheken in Nederland waar gestemd wordt, delen het boek Sonny Boy vandaag gratis uit. In het kader van de actie Heel Nederland Leest. Nou ja, we zijn hier in de huiskamer van Heteren. Onderdeel daarvan is de bibliotheek. En we willen heel graag die centrale plek in het dorp innemen. En stemmen hoort daar natuurlijk bij. Stemmen verbindt mensen en de bibliotheek ook. Dus vandaar dat we mensen hier hebben laten komen om te stemmen vandaag. En onderdeel daarvan is dat ze ook een gratis boek mee mogen nemen. Nou, ze krijgen het boek Sonny Boy. Dat hoort bij de Heel Nederland Leest campagne van de bibliotheek. Dat is een landelijke campagne in heel november om mensen te verbinden. Want een boek lezen samen en als je ziet dat iemand hetzelfde boek leest, ja, daar ga je over praten. En dat is iets wat wij heel graag willen bevorderen en stimuleren. Nou, vandaag is de uitgelezen dag om dat boek dan ook mee te geven aan iedereen. De actie verloopt erg goed. Veel kiezers nemen het boek mee naar huis. Ja, het gaat wel heel hard, merken we. Dus als mensen aan het eind van de dag komen, dan hopen we dat we nog genoeg hebben. En anders gaan we het regelen en dan kunnen ze morgen of overmorgen kunnen ze hem alsnog ophalen. Mensen komen natuurlijk om te stemmen en sommigen zijn hier nog nooit geweest. Dus dan is het helemaal mooi om te laten zien wat voor een plek we hebben. En dat ze dan ook nog een cadeautje meekrijgen. Nou, dat is helemaal fijn om mensen blij mee te maken. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls bracht vandaag zijn stem uit op basisschool Klein Heijendel. En dat deed hij niet alleen, maar samen met een bewoner van OBG. Normaal gesproken kunnen deze bewoners in het complex van OBG zelf stemmen. Maar wegens een verbouwing is daar eenmaal geen stemlokaal. Ja, de verkiezingsdag is altijd heel erg bijzonder. Ik moet wel zeggen, we hebben iets te veel verkiezingen zo langzamerhand. Maar als zo is, is het toch wel een dag waar je met bepaalde kriebel aan begint. En ik hoop natuurlijk ook dat het heel erg goed gaat. De Nijmeegse opkomst doorgaans heel erg hoog. De vorige keer zo'n 80%. Er zijn 1500 mensen bezig om dit vandaag en morgen, want dan tellen we ook goed te laten verlopen. Dus ja, je kunt begrijpen dat ik vooral ook hoop dat het goed loopt en veel mensen komen stemmen. En u bent met een bewoner van OBG hier naartoe gekomen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het is eigenlijk zo gekomen dat bij OBG was altijd een stembureau, maar bij OBG wordt op dit moment verbouwd. En dat zien we bij elke verkiezing wel, dat de stembureaus die we vaak al lang hebben, soms even tijdelijk onderbroken moeten worden. Dus nou ja, dat is hier op de school, op Klein Heijendaal.
En vanuit contact met de OBG kwam er voren dat het misschien wel een leuk idee was dat ik meneer Ter Wint even mee zou nemen, zodat hij toch veilig en snel kan gaan stemmen. Er loopt ook een aparte busdienst hè, vanaf OBG, kan ik trouwens zeggen, vanaf 11 uur. Zo ziet u, soms moet iets aangepast worden, maar dat is voor sommige mensen natuurlijk toch wel een verandering. Ja, nou, even lastig, want het is natuurlijk niet gelijk om de hoek, maar ik vind het hartstikke leuk. Hoe vond u het om met de burgemeester te gaan stemmen? Ja, ik vond het geweldig geworden, dat ding. Ik zal dadelijk nog op een gegeven moment nog even bedanken dat hij dus op een gegeven moment de tijd voor mij vrij heeft gemaakt. Ja, want ik weet dat deze burgemeester het ontzettend druk heeft altijd. Nou ja, geen enkel probleem. Leuk om te doen. Maar kijk, ik ga sowieso op pad nu nog naar een tiental stembureaus en ook zelf stemmen. Dus het is een mooi begin van de dag. Mooi zonnetje erbij. Twee stemmen hebben we samen al uitgebracht, dus laat ieder ander het nu ook maar komen. De nieuwe elektriciteitscentrale in Nijmegen zal eerst nog op aardgas werken. Zodra het mogelijk is, wordt er overgestapt op een fossielevrije brandstof zoals waterstof. Dat staat in het nieuwe bestemmingsplan voor het terrein van de voormalig kolencentrale in Nijmegen dat het college voorlegt aan de gemeenteraad. Nijmegen heeft samen met de provincie Gelderland en energieleverancier Engie gewerkt aan de plannen voor een hybride elektriciteitscentrale. Dat wil zeggen een centrale die klaar is voor elektriciteitsopwekking door een fossielevrije brandstof. De gemeente Wijchen krijgt een bedrag van €1.275.000 uit de stadsbouwimpuls van het Rijk. Het is bedoeld voor de bouw van 102 woningen binnen het project tussen Kasteel en Wijchensmeer. Ook Druten krijgt een bedrag, €1.2 miljoen voor de bouw van 147 woningen. De stadsbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2025 te starten met bouwen, maar door de veranderende economische omstandigheden de zaken niet meer rondkregen. Met een bedrag van bijna €1.3 miljoen zit Wijchen bij de top 3 van Gelderland. Nijmegen krijgt ruim €2.5 miljoen voor de bouw van 292 woningen. Nijmeegse scholieren stemden tijdens de scholierenverkiezingen haaks op de nationale trend. Niet de landelijke winnaars PVV en Forum voor Democratie, maar GroenLinks PvdA rolde in Nijmegen uit de bus als populairste partij onder scholieren. Gevolgd door D66. Traditioneel wordt voorafgaand aan de landelijke verkiezing gepeild wat de politieke voorkeur is van scholieren in Nederland tijdens de scholierenverkiezing. Grote winnaar was landelijk de PVV met 15,9% van de stemmen, op de voet gevolgd door Forum voor Democratie, dat 13,3% van de stemmen binnenhaalde. Ook gemeente Bergendal heeft ruimschoots gedacht aan mensen die slechter been zijn. Om iedereen de mogelijkheid te bieden om een stem uit te brengen, kwam de gemeente met diverse vormen van alternatief vervoer. Ja, jullie hebben hier in de gemeente Bergendal speciaal vervoer geregeld voor mensen die willen stemmen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, wij hebben vrijwilligers bereid gevonden om mensen die niet mobiel zijn en die zelf niet naar het stembureau kunnen komen, om die de gelegenheid te geven om met de vrijwillige vervoersdienst hier te komen. En wat voor vervoersdienst gaat dat dan? Nou, wij hebben bijvoorbeeld automaatje in onze gemeente. En dat is dus een hulpmiddel. We hebben de Toek-Toek in Bergendal. Daarmee kunnen mensen vervoerd worden. En we hebben in Millingen in de polder ook nog een vervoersdienst van vrijwilligers. En die kunnen mensen gewoon benaderen om gratis naar het stembureau gebracht te worden. En was er veel vraag naar vanuit de bewoners? Nou, het is vooral om te kijken, voor ons voor de eerste keer, om te kijken, nou, hoe gaat dit nu? En er wordt best wel gebruik van gemaakt, dus dat is hartstikke leuk. En is het iets waar de gemeente zich hard voor maakt om toch ja, bereikbaar te zijn voor iedereen? Ja, vooral we hebben natuurlijk toch te maken met vergrijzing ook. En als mensen minder mobiel worden, is het toch heel fijn als ze nog iemand kunnen inschakelen die hen naar het stembureau wil brengen als je niemand in je eigen netwerk hebt die dichtbij is. In Balgooi werd de traditie voortgezet om het stemlokaal aantrekkelijker te maken met een expositie. Elke verkiezing worden de oude spullen en verhalen van Balgooi en omgeving tentoongesteld. Een leuk extraatje voor de stembusgangers. Nou, wat we georganiseerd hebben is eigenlijk een hele kleine tentoonstelling. We hebben een archiefkast en daar staat heel erg veel materiaal over Balgooi in. En we hebben gewoon een gedeelte uit die archiefkast gelegd en hier zeg maar een
budget tentoonstelling van gemaakt. We hebben vroeger een grote zaal, konden we gebruik maken. Maar ja, de kiescommissie die wou een grotere ruimte hebben. En zodoende zijn we op die kleine locatie terechtgekomen. En vandaar dat we het hier hebben opgezet. En dan zal ik hier als er verkiezing is, Tweede Kamerverkiezing, gemeenteraadsverkiezingen, provinciale verkiezingen. Dus dan pakken we iets uit het archief en dan laten we zien. Voor de kiezers in Balgooi is het ook een moment van gezelligheid. In Balgooi wordt, dat is wel een algemene trend, er is een vrij hoge opkomst. Dat is eigenlijk altijd, dus dat is het probleem niet. Het is, de mensen vinden het zelf mooi. Ik kan ook bewust even kijken. Ik kom even kijken, het is even zitten en dan, dat draagt er wel om bij. Het is meer een verbondenheid eigenlijk maken. Ze komen elkaar hier tegen, hè? Ze komen elkaar hier tegen. En dan is het heel snel van, weet je nog dit en weet je nog dat. En dan komen ze een berichtje tegen in zo'n klapper. En dan vergeten ze soms zelfs om te gaan stemmen. Dan moet je zeggen, je moet toch nog gaan stemmen. Dus die leefbaarheid en die verbondenheid, dat is denk ik ook wel een beetje het thema van deze expo. Ja. Dus, De Nijmeegse politica Lisa Westerveld, die al enkele jaren in de Tweede Kamer zit namens GroenLinks, stemde vandaag in haar eigen stad op het stadhuis. Ze werd hierbij onder meer vergezeld door zangeres Linde Schöne en ook haar oud-collega's uit de Nijmeegse politiek kwamen even kijken. Nou, ik ben er vandaag wel redelijk relaxed onder. Omdat ik denk dat we er gewoon afgelopen week alles aan hebben gedaan. Dus ik stond gisteren nog op station Nijmegen, waar we echt de laatste flyers hebben uitgedeeld. En op een gegeven moment heb je gewoon een keiharde campagne gevoerd. En is het de laatste dag in de handen van de kiezer. Ja, en voor het eerst een samengevoegde partij. Ja. Wat zijn de verwachtingen daarvan? Nou, het idee van die samenvoeging was natuurlijk wel dat we één groot links blok zouden vormen. Hè? Dat we laten zien dat links goed kan samenwerken in plaats van dat we allemaal tegen elkaar zijn. En dat is wel gelukt. Ook als ik de afgelopen weken naar de campagne kijk, dan zie je op heel veel plekken GroenLinks'ers en PvdA'ers zij aan zij campagne voeren. En ik hoop gewoon dat we dat ook hebben uitgestraald de laatste paar weken. En de kans is groot dat je weer in de Kamer terechtkomt. Waar ga je dan hard voor maken? Ja, ik hoop in ieder geval wel dat ik in de Kamer terechtkom. Ik heb natuurlijk ook gewoon een hele mooie plek op de lijst. Nou, waar ik heel graag mee door zou willen gaan, is die stem zijn voor mensen die niet gehoord worden. Hè? Bijvoorbeeld mensen die een beperking hebben of kinderen die geen onderwijs krijgen. Nou, de jongeren in de jeugdzorg en in de mensen in de GGZ die op wachtlijsten staan. En daar heb ik me de afgelopen jaren voor ingezet. Maar zij zijn ook wel echt voor mij de motivatie om nu door te willen. En heb je nog plannen om stad Nijmegen en de regio te betrekken? Ja, wat ik gewoon merk als Nijmeegse Kamerlid is dat als ik bijvoorbeeld op werkbezoek ga, dan doe ik dat heel vaak hier in de regio. En ik ga bijvoorbeeld volgende week al met een GGZ-verpleegkundige meelopen hier in Nijmegen. Omdat ik ook echt vind dat we voor die mensen stem moeten zijn. Maar als ik dan toch met iemand meeloop, dan kan ik dat het beste natuurlijk doen in Nijmegen zelf. Dus op die manier betrek ik ook altijd wel Nijmegen, de omgeving erbij. Na een droge en vrij zonnige verkiezingsdag die wel wat fris verliep, gaat morgen de temperatuur weer even omhoog. Het wordt zo'n 12 tot 13 graden, maar de zon zullen we helaas moeten missen. Het blijft droog, maar wel geheel bewolkt. De dagen erna wordt het weer wisselvalliger. Af en toe genieten we van de zon, maar onder de nodige plensbuien komen we niet uit. De temperatuur doet weer een stapje terug, waarmee we ook in de winterse frisheid terechtkomen. En tot zover het RA7 regionieuws van woensdag 22 november. Morgen zijn we uiteraard bij je terug en dan werpen we een blik op de eerste uitslagen van de verkiezingen en wat we hier eventueel nu al over kunnen zeggen met betrekking tot onze regio. Een fijne avond en tot morgen!